heb deze keer Airbnb's geboekt. Twee stuks. Dus we verwachten. Ja. Zondag en maandag. Maandag en dinsdag. Dus dinsdag verwachten we bij ons huisje te zijn. We zijn nu ongeveer 220 kilometer van Hamburg af. Flensburg. Onze eerste Airbnb hebben we in Denemarken. Dat breekt zo lekker de dag. Lekker een nachtrustje en dan rijden we morgen weer verder. Dat leek ons wel ideaal. We kunnen lekker slapen in de camper en eten en zo. Dus met een busje is dat niet zo praktisch. Angela heeft nou het stuur even overgenomen. Het lijkt wel een camper te zijn, ja. Gewoon een aparte camper. Het weer is lekker nog. 7 graden, dus de temperatuur is. Het is mooi zonnig toch? Ja. Dat is niet erg. Het mag voor mij vriezen als het maar zonnig is. Dat is vaak, als het vriest, dan is het zonnig. Nou, het is vandaag zondag 3 november. Nou, je kunt zien, zondags is het hartstikke rustig in Duitsland op de snelweg. Vrachtwagens mogen niet rijden, behalve de levensmiddelenvrachtwagens en ja, de belangrijke spullen allemaal, dat is medisch spul. Dat mag allemaal wel rijden, maar we zijn nog heel weinig, of ja, weinig tot geen vrachtwagen tegengekomen. Ja, 1 of 2, ja. Dus ja, op zich, dat is wel lekker. Ja, we hebben al verschillende bouwstellen gehad, toch? Een eindje terug ook. Ja, dat is Duitsland, hè? Eén grote bouwput. Werk hebben is niet moeilijk, maar welke werk houden? En dat kunnen ze in Duitsland goed. Gisteren overnacht. Gisteren 3 november hebben we 8 uur in de auto gezeten. Dus dat vond ik lang genoeg. Dus vandaar dat we even een Airbnb'tje hadden geboekt in Denemarken. Mooie omgeving. Airbnb'tje is iets wat sober, maar alles is aanwezig. Dan hebben we goed geslapen verder. Dan paardjes in de wei, achter het huisje. En dan wat spullen van de eigenaar, paardentrailer. Dit schuurtje, daar liggen wat spullen in. Een gereedschap voor de paarden te verzorgen en kleding en zo. Paardentrailer. Heel sober huisje. Oude schuur.
Een vervallen schuur. Met een kast erachter. Gisteravond in het donker hoorde ik hier wild zwijnen vroeten. Op het moment is het pad een beetje te zompig om erin te lopen. Dat gaan we niet doen, dan loop ik heel het huisje vuil. Dus, dat dus. En dan vertrekken we direct weer richting Zweden. We zitten nu op het onderste eilandje van Denemarken. En dan gaan we richting Zweden. En dan hebben we in Zweden, ergens in, volgens mij was het in Småland, hebben we nog een Airbnb'tje geboekt. Gewoon voor de leuk, voor de gezelligheid. We kunnen de trip al in één keer maken, maar dat gaan we niet doen. We gaan het lekker rustig aan doen. Even snel het huisje kijken, zodat we dan nog een stukje kunnen filmen. Slaapkamer. Een elektrische radiatortje staat er. Met uitzicht op de paardenweide. Een gezellig kamertje, laag plafond. Bed is groot genoeg. Woonkamer. En dan hebben we hier buiten ook nog een serre. Buiten lopen. Met zomers de mogelijkheid om buiten op het tuinbankje gaan te zitten. Uitzicht op de paardjes. Het kan hier gestookt worden. Op het moment is het best wel koud. Xbox aanwezig. Ik weet niet of dat die werkt. Niet geprobeerd. TV. En als je aankomt. En het is koud, dan is de kachel is, die start lekker te branden. Ik heb stofzuiger. We staan op punt om te vertrekken, dus even stofzuigeren. De zaak een beetje opruimen. Het keukentje. Elektrisch koken. Vaatwasser zit erin. En daar staat de auto en uitzicht op de wei. Nou, hier hebben we toilet en douche. Toilet. Hier achterkant de douche. Stelt niet zo heel veel voor. Maar zoals ik al zei, alles is aanwezig. En daar gaat het over. We hebben lekker kunnen overnachten en dat is het belangrijkste. We zijn inmiddels in Zweden aan het rondtuffen, op weg naar onze tweede Airbnb. Nog 33 minuten rijden. Maar het is meteen al genieten, hè? Mooi landschap. Mooi blauwe lucht. Lekker rustig op de weg, hè? Heerlijk.
het straatje in van de Airbnb. Lillerik. Het is doodlopend, maar het zou toch moeten kunnen. 15 kilometer doorrijden. Ja. Moeten we nog 1,2? Ja, of was dit op 1,3? Het ligt aan een meer. Oh ja, daar liggen meer. Het huis heeft een eigen, tenminste de eigenaar heeft een eigen strandje daar. Daar mag je ook gebruik van maken, is nou een beetje te koud voor. Dit is een doodlopende straat. Oh ja, we mogen gebruik maken van de roeiboot. En we kunnen eventueel motoren van de woonburen. Maar ja, voor één nachtje dan ben je daar te kort denk ik om allerlei dingen te ondernemen. Het gaat ons eigenlijk alleen maar over overnachten. Dit was inderdaad het huisje. Ik ga even nou even een ronde doen. De slaapkamer. Woonkamer, keuken. Wel een lekker comfortabele bank. En een mooi uitzicht op het meer. Vaatwasser erin, koffieapparaat, magnetron, een extra slaapkamer voor de kinderen eventueel. Kijk, die van ons hier zal aan het verkennen. Dan hebben we hier toilet, wasmachine en een sauna. Nou, die zal Etje wel eens uitproberen, denk ik. Nooit sauna gezeten. Dus dat gaan we wel eens proberen, denk ik. Ja, loopt hij, hij wil naar buiten lopen. Och, gaar hem. Die kleine. Die wil dan naar buiten rennen. En dat is een raam, och, gaar hem. Ja, dat is ook erg verraderlijk, hè? Ja. Ja, er zit hier een kat. Oh. Wegwezen. Kom, Missy. November 5. 's Ochtends 7 uur. Dit was het, onze laatste Airbnb voordat we naar ons huis in Avrasberg rijden.
Het plaatje is Lilariet Bolmwijk. Aan het meer. Het meer heet Bolmen. Leuk huisje, mooie omgeving. Daar is een hot tub. Tegen betaling te gebruiken. Leuk klein privéstrandje. Dat is van de eigenaar van het huurhuisje. De eigenaar die verhuurt meerdere huisjes. Achter de huisje waar wij gehuurd hebben staat ook nog een huis wat die man verhuurt. Ja, het strandje hoort erbij. Die zitjes daar, die horen er ook bij, ook van hem. Prachtig groot meer. Er ligt hier een boot. Die kan je gratis gebruiken. Als je zelf wilt roeien. En als je daar een motor achter wilt, dan is die motor te huur. Verschillende bootjes, aanleg, stijgers.
En daar kun je mooi het bos in lopen met de hondjes. Erg mooie plek hier. Gevonden via Airbnb. Dan gaan we direct het huisje weer in orde maken, de spulletjes in de bus. En dan is het nog een 5,5 uur rijden, denk ik, tot aan ons huis. Maar tussen de meren door, daar vind ik het prettigste rijden. Weer. Het is nog ongeveer 2 minuten naar ons huis toe. We zijn vanmorgen 9 uur aangereden, een uurtje of 6 onderweg geweest, ja, inclusief stoppen. En de Lidl. Ja, even boodschappen gedaan nog. Zoals je ziet is het mistig. Best wel flink mistig. Ik ben benieuwd of we sneeuw gaan zien de komende 14 dagen. We zijn in ieder geval voorbereid. We hebben in ieder geval Noordse winterbanden. In plaats van de all-season banden die we op de camper hadden en op onze auto. Na 400 meter links afslaan, daarna bestemming bereikt. Waarmee we dus problemen hadden om weg te komen. Wat dus in de winter problemen gaf met de all-season banden. We hopen dat deze banden beter zijn, maar ja. Dus als we hier sneeuw zien, dan zullen we het niet weten. Bestemming bereikt.